Hoe kun je geld verdienen met YouTube voor gevorderden? Het zijn hier tactieken die langer duren om op te zetten. Ik heb het hier dus niet over de 1000 abonnees of 4000 uur aan kijktijd. Ik heb het hier over tactieken die gewoon wat meer tijd kosten en wat langer duren om te begrijpen. Vandaar dat het voor gevorderden is. En we hebben hiervoor de computer nodig, dus let's go to the computer. Ik heb vandaag dus drie manieren of drie tactieken om jullie te laten zien hoe je geld kunt verdienen met YouTube. De eerste is affiliate marketing en dat is dus kit.co. En kit.co, dat is eigenlijk een gereedschapskist van een grote YouTuber of Instagrammer of grote blogger, Twitch streamer. En wat ze hiermee eigenlijk doen is ze promoten hun gereedschapskist of hun instrumenten. Dus je stel je voor dat jij een YouTuber bent en je gebruikt een bepaalde camera of je gebruikt een bepaalde SD-kaart of je hebt gewoon een complete kit. Dus een complete toolbox van producten. Dan kun je die promoten via kit en dan kun je dus een complete gereedschapskist maken. En wat ze dan doen is dan zetten ze een link in de beschrijving van hun video over hun kit. En wat er dan gebeurt is eigenlijk dat mensen klikken op die kit, kijken naar hun producten, klikken op dat product, komen we bij Amazon of bij een andere grote naam in producten online webshop. En als ze daar dan iets kopen, dan krijgen de namen van die link een commissie en dat is affiliate marketing. De tweede manier is dus e-maillist. Mailchimp is natuurlijk gewoon een standaard e-maillist programma. En Mailchimp kun je gewoon een landing page maken. En een landing page is eigenlijk een pagina waarop mensen dan landen. Dus het is de bedoeling dat ze een actie ondernemen. En die actie is dus inschrijven voor een e-maillist. En waar heb je een e-maillist voor nodig? Bijvoorbeeld YouTube geeft aan wanneer jouw video online komt, maar niet aan al je abonnees. En als je een e-maillist hebt, kun je altijd al je e-mailpersonen direct een promotie sturen van er is weer een nieuwe video online. Ik zou het natuurlijk niet spammen, maar zo kun je dus meer publiciteit genereren en je kunt hier ook in affiliate marketing doen, maar ook meer views en meer geld verdienen. En de derde manier is een eigen website. En een eigen website is natuurlijk heel handig voor AdSense revenue. En daarnaast kun je hier ook een e-maillist mee zetten en ook een affiliate marketing doen. En je kunt hier nog veel meer manieren geld mee verdienen. Dit zijn de drie tactieken die ik dus ken om als gevorderde geld te verdienen met YouTube. En ik hoop jullie hiermee van dienst te zijn. Check ook mijn andere video's en ik zie jullie terug op mijn andere video's.